Dus als je rijdt, kijk hoor, en je trekt de handrem aan, dan slipt die als dat. Jezus! Oh, holy shit, man! Yo, dat een hele goede morgen, jongens. Vandaag ben ik bij GymXL. En als je de vlog van gisteren nog niet hebt gezien, we hebben vandaag een fanmeeting. En eigenlijk duurt die 6 uur. Ik hoef hier maar 1,5 uur te zijn. En ik had hierna eigenlijk een afspraak, maar die heb ik afgezegd. Dus waarschijnlijk ben ik hier gewoon de hele dag. Ik ben samen met mijn kleine brada Lex. Eindelijk. Met een heel mooi matching shirt van Tentum. Als je een Tentum shirt wil, staat de link in de beschrijving. Team-tentum.nl is het volgens mij. Ik vind ze heel dik voor de bak. Ik wilde mijn eigen rug laten zien. Lex, laat jij rug zien. De achterkant is toch streepje code met allemaal Tentum. En voorkant hebben we ook Tentum. En doe dat. Vandaag gaan we met z'n allen trainen. Echt iedereen die jullie kennen van mijn video's is er ongeveer. Dus dit wordt echt een fucking vette dag. Dat wil ik ook proberen. En trouwens, ik ben weer helemaal beter, dus ik kan weer alles wat ik wil. Jij bleef wel staan. Ik wilde een salto doen, maar hij heeft schoon nog mee. Nog één keer. Op de drop! Hey! Oh. Yo, dat was serieus best sick. Let's go! Oh! Lekker gek! Die landing, maar ik deed hem niet zo mooi gestrekt als jij. Oké, dan wil ik ook nog één keer. Hey. Oké, dit is hele harde muziek de hele dag. Dus daar moet je maar aan wennen, maar we gaan wel lekker trainen. Hoppakee! Lex, wij gaan allebei core-core doen. Elke keer als die niet lukt, betekent 10 push-ups. Dat betekent 4 schaar. Jij gaat eerst. 1, 2. Oh, dat was bijna 3 al, jongen. Als ik 3 doe, doe jij alsnog 10 push-ups. Oké. 2. Had ik nog wel 2 gedaan, weet je. Nu 3! Wil je ook mee? Ik kan er geen 3, hoor. Nee, 2. En als die niet lukt, elke keer als het niet lukt, 10 push-ups. Ja, maar dan doe ik hem nu gewoon. Nou, doe dan. 1. Ik snap hem, doe maar het doen. Dank je. Oké, Lars nog een keer. Oké. 1. Oh! 10 push-ups, jongen! Oh, wow. Lekker. Lex, we krijgen allebei 1 poging tot 3. Als jouw 3 in 1 keer lukt, dan neem ik jou vanavond mee uit eten. En als mij het in 1 keer lukt, dan krijg ik voor jou een high five. Oeh, box, een box zelf. Een box, ja? Ja. Ja! Ah! Nou, wel bijna. Ja. Nu kan ik alleen nog een box verdienen. I want a beat drop. Let's go! 1, 2 en 3! Oh. Ah. Waar waren we al 3? Nu komt pas de beat. Ik dacht dat hij veel sneller zou komen. Nou goed, ik heb wel een box voor jou. Yeah. Maar 3,5. Het eerste uur is over en voor mij zit er eigenlijk op. De andere jongens moeten nog 4,5 uur door. Maar ik had hierna een afspraak, maar die heb ik gewoon afgezegd. Dus ik blijf hier ook wel een beetje. Ik ga eerst nog even een hele tijd op mijn computer zitten. Want Silver die edit normaal de video's, maar hij is op windsupport. Dus ik moet het zelf doen. Het heeft Lars de tijdje gedaan, maar Lars was jarig. Dus ik wilde hem niet laten editen, dus ik moet het zelf doen. Ondertussen heb ik wel een hele mooie fanart gehad. Ik vind dit oprecht wel vet gemaakt. Ik vind het echt mooi. Ja. Net als ik. En jij. Aww. Ik heb weer tussen mijn tanden, ik voel het gewoon. Ik zit hier even lekker achter in het kantoor waar iedereen spullen heeft neergezet de video te editen. Maar Lex die zit hier met een kendama opeens en holy fuck wat jij doet, holy shit man. Nou, het is maar één ding wat ik kan en dat ziet er heel leuk uit. Dan moet ik wel lukken nu, hè. Kijk, hop, boom boom boom. Ah, dat lukt. Oké, nog één keer deze knippen eruit. Net hè, het lukte net even in één keer, dan gaan jullie filmen en dan lukt het. Gas! Hoe dan? Echt het makkelijkste gedeelte. Maar het ziet er wel echt sick uit. Wat? Mag ik dit eens proberen? Hoe doe je dit? Oké. Okay. Ja, ja. Waar staat hem? Oké, je houdt deze vast. Ja. Dan gooi je die. Oh, dit is raar. Je gooit naar de zijkant en dan pak je de bal. Oh ja, zo dus, wat ik net zei. Eigenlijk laat je die gewoon vallen en je pakt die bal op. Ja. Dan zwaai je hem door. Dan gaat die ertussen en dan pak je hem met de hand erop. Wacht, hij is nog bezig. Ja, ja. Bro, I'm gonna show you a trick you have never seen before.
Hoort erbij, hoort erbij. Kun je alsjeblieft stoppen? Ik zweer het je, het komt goed. Op zich, wat je allemaal doet, het ziet er wel sick uit. Ja, Lex, ben je zo positief? Het ziet er echt niet uit. Jawel, het ziet er wel leuk uit. Dit was een vet. Dat kan oprecht. Als je zo... Nee, maar dit kan dit wel. Dit is zo eng. Oh, dus ik sta hier wel. Oh! Maar wacht, dit kan oprecht. Ja, maar Boris, je weet niet wat je doet. Nee, jawel. Wacht nou maar. Ja! Oké. Ik had ook niet echt goed opgelet bij die van jou. Oké, het enige wat je doet is je hebt deze vast. Ja. Die gooi ik naar de zijkant toe. Ja. En dan pak ik die bal. En dan draait hij eigenlijk automatisch al door, hè? Ja. Dus deze die gaat dan zo. Dan ja. Laat ik hem los. Ik steek maar hand ertussen. Ja. Waardoor die zo gaat. Ja. Op. Ik pak dan deze. En dan moet hij erop. Oké, doen we eens één keer. Oh, easy. Ja, heel makkelijk. Kijk, hop. Hots, 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 hots. En dan erop. Oké. Okay. Easy. Ja! Yes! Oh, hij lukt het trouwens. Ja! Kijk hoor. Dus je gooit die naar de zijkant. Je pakt de bal. Dan zwaai hem door, ja? Ja! Oh, ik snapte hem bijna! Oh. Sick! Ja, dan pak je... Nou... Oh! Dat. Maar dat is het bij mij. Ik snap ze maar niet echt... Heel goed wat ik doe, maar op een of andere manier met een beetje draaien doe, ja, kom ik er wel. Ik vind het wel knap. Ja. Het is echt totaal jouw flipleven gewoon uitgeschreven. Ja, ik snap niet echt precies wat ik doe, maar met een beetje draaien kom ik wel. Maar echt gewoon. Hé hey joh! Fuck, schrik me helemaal. Ik ben even aan het oefenen. Even ja, even nou. Een kom op, zeg. Hoe komt die in jouw hand terecht? Doen is, je moet je hand in het midden van de touw. Dus jij zit nu hier. Gaat en dan draait hij niet goed. Ja, sta naar achter, dan kan je zien wat ik doe. Zolang je niet aan me zit. Ja, dat moet. Dat moet. Oké, stel eens. Nee, wacht. Wat is er jou? Nou, oké. Ik zat niet op te letten, maar goed. Het zal wel goed zijn. Zo, zo. En dan pak je hem. Ja, en dan... Ja! Nee! Dat was wel geweest. Hij was wel close. Ja, bam. Ja, op. Oh. Dat ging niet helemaal volgens mij. Oh. Eskapoes. Ah, oh, maar kijk. Nu kan je nog iets veel coolers. Het ziet er wel erg satisfying uit. En doen we nu zo? Oké, goed. Ik ga verder editen. Oké, er zijn 3 sessies voorbij. En Lex die wilde heel graag leren autorijden. De Ford Ka is niet de beste auto om het te leren, maar we gaan het wel doen. We gaan weer het alarm af laten gaan. Welke deur moeten we? De rechter. Nu deze eerst en dan die. Ja, stop. Kijk, daar staat hij. Ik heb hem goed geparkeerd. Perfect. Ik hoop dat hij start en misschien moet je heel veel duwen. Grijze panelen. Lelijk, hè? Echt heel lelijk. De auto zelf is niet zo heel lelijk, maar die grijze panelen. Eerste starttest, gaat hij het doen? Oh, hij start. Nou, stap in. Dan ga ik je eerst even laten weten hoe het werkt. Oké, wat je gaat doen, je linker is je koppeling. Je hebt 1 rijles gehad, toch? Ja, ik heb 1 rijles. Oké, dan weet je hoe het werkt. Nou, een proefles eigenlijk. Dus ik heb bijna alleen maar gestuurd. Dit heb ik 2 keer gedaan. Weet je wat de panelen zijn, zeg maar? Wat ja, is? Ja, links is je koppel. Ja. Heb je in het midden heb je je rem en rechts is gas. Ja, nou top, dat weet je al. Dan. Ik ben trots op jou. Moet je wel even denken. Wat je gaat doen, koppeling heel hard induwen. Ja. Tot de bodem. Dan zet je hem dus in zijn 1. Gaat niet altijd even zo. Deze. Uh-huh. Je had het net moeten zien. Oké, wat je dan doet, is je laat de koppeling heel langzaam omhoog komen. En dan merk je al, bij deze auto gaat heel snel rijden. Ja. Dan doe je gewoon 1 keer gas erbij naar rijden. Hé, hey, Boris, volgens mij ben jij echt de beste, hoe heet dat, rijinstructeur die er is. Kijk, deze kan best wel hard over hobbels. Ja, ik probeer dus de hele tijd een beetje mee te slippen en zo, maar het lukt niet heel goed. Ja, ik zal zo even auto. 1 rondje draaien en dan ga ik even laten zien wat daar wel mee lukt. Oh, yes. Wow. ja, precies. We rijden nu eens gewoon over het gras. Oh, gast! Nou kijk, we zijn dus nu op de weg. Ja. Zo rij je dus. Oké. Okay. Oké, nou dan zet ik hem hier veel stil. Ik ga het proberen. Wacht, weet je wat nog leuk is? Je kan met deze auto handrembochtjes doen. Ja, kijk, wat het dus is, je hebt hier een handrem in het midden. Dat weet je misschien ja, wel. Ja, die ken ik.
Kijk hoor. Dus als je rijdt. Kijk hoor. En je trekt de handrem aan, dan slipt die als het ware. Jezus! Oh, holy shit, gast! Sick, hè? Dat deed letterlijk een U. Gewoon. Ja. Ja, en dan draai je weer terug en dan kan je de andere kant op, snap je? Ja. Dus zo hoor je niet te rijden. Het lukte, dat had je niet verwacht, dan wel. Nee, hij ging echt perfect rond op een of andere shit, manier. Gast. Dit is zo sick! Ik wist niet dat dit kon, maar omdat het zo nat is, denk ik. Wacht, nog één keer. Oh! They're sliding into the DM's. Hey. Oké, ik zet hem even aan de kant. Dan ga jij even rijden. Is goed. Nou Lex, ga zitten. Deurtje dicht. Ik moet denk ik wel omhoog. Kan ja, nog? Dat kan niet. Gast, wat denk je? Deze auto is echt zo oud als het maar kan. Kijk hoe die eruit ziet ook. Koppeling in. Nu? Ja, helemaal in. Oké, dan zet je hem in zijn één. Pino, je hebt niet eens een fucking riem om. Wel. koppeling helemaal in heb je. Ja. Zet hem maar in zijn één. Die is... Naar links en dan naar voren. Ja, het gaat niet zo soepel. Oeh. Oké. Okay. Ja. Oh. Stukje zo. Maakt niet uit. Oké. Nu weet je alleen maar waar je is. Nu weet ik nooit meer waar ik moet. Nee, 1, 2, 3, 4, 5 achteruit. 1 zit altijd daar en 2. Dat is het enige wat je gaat gebruiken waarschijnlijk. 1 en ja, 1 zit linksboven en dan 2 zit er rechtonder. Dus gewoon naar onder schakelen. Ja, maar oké. Okay. Flink naar onder schakelen. Ja. Oké, okay, nu ga je de koppeling heel rustig loslaten. Heel rustig. Nou, als je voelt dat je rijdt, ga je een klein beetje gas erbij geven. Doe heel zachtjes. Ga ik af laten slaan? Nee, nee. Wat is er? Oh, stop eens, stop eens, stop eens. Ja? Wat je even waar jij moet denken. Als je bang bent, trap de koppeling helemaal in en de rem, dan sta je stil. Want als hij afslaat, dan moeten we hem weer aanduwen. Oh ja, dat moeten we niet laten gebeuren. Ja, nee, maar je bent iets heel leuks vergeten. De meeste mensen doen niet wat jij met een autobouw was. Nou, de meeste mensen hadden wel de handrem eraf hoor. Dat is waar, dat is waar. Oké, okay, nu ga je het weer. Oh ja, nu ga ik rijden. Oké, okay, en nu een beetje gas erbij. Gas erbij. Zo, heel veel. Oh, dat was flink gas. Oké, okay. Okay, ja. Oké, okay, de koppeling in en als je 2. Ja, en... Wow, dat was perfect! Oh! Wow! Ja, ja, koppeling op, koppeling op, koppeling op. Meer, 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 meer. En gas, gas, gas. Oei, oeh. Ik heb hem al... Je hebt hem af laten slaan. Duwen, dan moet ik duwen of niet? Oké, okay, we gaan het proberen. Koppeling helemaal in? Heb je koppeling helemaal in? Ja, koppeling heb ik helemaal in. Oké. Okay. Ik hoop dat hij het gaat doen, ik hoop dat hij het gaat doen. Ja! Oh, hij startte! Gelukkig, gelukkig, nog een kans. Oké. Okay. Gas bij iets. Nooit alleen bij je koppeling gas. Omhoog. Altijd nee. Gas omhoog erbij. Ja, dus maar niet gelijk gas. Jawel, dat man. Je doet er maar een beetje dit zo. Ja, precies. Ja, oké, okay. Kom een beetje gas bezig. Koppeling een beetje gas bezig. Ja, oké. Okay. En nu naar rechts sturen en nu helemaal naar links sturen. Oké, okay. Niet hard, niet hard, oké. Okay. Ja, je kan wel een beetje door de blubber heen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nu je hard gas geeft. Oké, okay, ja. Ik wil nog weten waar ik ben. Ja, dan ga je zo eerst de bocht door en dan ga je hem naar z'n 2 schakelen, ja? Oké, okay, een beetje gas geven en naar z'n 2. Ja, nee, okay, ja. Top, top. En nu ga je weer afremmen en koppeling in. Afremmen en, ja, koppeling in. Top. Nu sta je weer in z'n, zet je hem weer in z'n 1. Hier valt hij automatisch in als je hem los staat. Dit is vrij. Ja. Heb je naar links omhoog is ze 1. Links naar beneden is ze 2. Ja. Als je hem in zijn vrij zet, omhoog is 3. 4. Mm-hmm. Rechts omhoog is 5. En dit is achteruit. Ja. Oké, okay, dus nu zet ik hem in zijn 1 weer. Yes. Dan ga je hem daarin rijden. Zo, mijn stem is echt. Dan ga je hem daar een klein stukje in rijden. Dan gaan we zo meteen achteruit eruit. En dan ben je geslaagd voor je eerste rijles. Oké. Okay. Zal ik hier een rondje maken? Ja, maak maar op de parkeerplaats een rondje. Oké, okay. Spannend hè? Dan ga je nu weer links daar eruit en dan gaan we weer terug. Oké, okay. Wat je dan doet, je trapt de koppeling helemaal in en dan trek je deze omhoog. Vergeet niet de koppeling helemaal in te trappen, ja? Oké. Okay. Oké, okay, rij maar iets meer harder, harder, gas, 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 gas. Oké, okay. En koppeling in en aan de handrem trekken. Huh? Ja, dat was niet hard genoeg. Oh ja, ja dat was het. Oké, okay, even koppeling helemaal in. Oh, je moet hem niet loslaten, je koppeling, dan valt hij uit, pannenkoek. Heb ik hem weer af laten afslaan? Ja, want je kan toch niet koppeling zomaar loslaten zonder dat je rijdt? Oh, nou, iets even terug. Eén slagje terug. Oké, okay, en nu weer die kant op, ja. Ja! Ik heb echt geluk, dus ik heb echt geluk vandaag. Ja. Ja. Oeh, oeh, gas! Dat was geen gas, hij is uitgevallen. Oké, okay, we gaan hopen. Koppeling in, koppeling in. Ja, ik heb een koppeling in.
Ja, hij blijft het doen. Ik heb hem gefixt volgens mij. Ja, misschien door dat of met die hand. Oké, okay. Koppeling en gas bij. Niet al te veel, maar wel gas bij. Gas bij, koppeling, gas bij. Dat is iets veel gas, ja, oké, okay. En gas blijft geven. Niet opeens los gaan laten en door. Je moet gewoon altijd subtiel, oké. Okay. Dan ga je zo meteen schakelen naar S2, iets meer gas. Ja. Iets meer gas, iets meer gas. Oké, okay, koppeling helemaal in. Naar S2. En ja, dat gaat soepel, lekker. Zal ik hem die handrem proberen? Oké, okay, ja, dan ga je S2, koppeling helemaal in en dan mag je aan de handrem trekken. Koppeling ingedrukt houden. Ja, heb ik. Oké, okay, dat ging semi. Dan zet je hem in zijn vrij, dan kan je koppeling loslaten. Oké, okay, nu okay. Koppeling los. Nu ga ik buiten staan, mag ik nog een keer proberen. Ging goed! Oh ja, ik ben Boas, want Lex kan dit niet. Maar het is wel sick, ouwe. Dit is echt sick. Maar ik zit, hoe doe je dit, zeg maar, een hele draai? Zou ik kijken of ik hem nog harder in kan sturen? Nog ja, één probeer keer. Probeer het maar, Laat eventjes weten als je dacht dat ik nog achter het stuur zat en ik die gekke draai deed. Dat kan ik natuurlijk nooit in mijn eerste rijles. En een hele draai proberen. Ja, oh, nou. Je kwam al wel verder. Ja, het enige ding is, ik moet dus... Mijn stuur gaat eerst één kant op, maar als ik over de helft moet ik hem helemaal de andere kant. Anders blokken die banden. Ja. Nou goed, stap in. Goed. Ik weet dat ik met deze ook goed kan driften, dus dit is leuk. Nog een driftauto erbij. Ooit ga ik ook driften als ik kan rijden. Ja, ooit ga ik jou wel 2 rijles geven. Je hebt nu wel officieel opgegeven ook voor rijlessen. Ja, ja. Dus ja. Zodra je dat klaar hebt, dan ga ik leren driften. Yes. Nee, je hebt geen video. Oh. Oh, ja. Oké, okay, ik heb hier 1 kans toe. Top of top. Oh, nog een kans. Zet hem nou weer even. Het kan denk ik. Oh, zo. Ja, ja. Oei. Wat we doen. We gaan het flesje op de dop landen. Eerst ga ik tegen Timo. Dan gaat de winnaar tegen Lex. En dan gaan de 2 verliezen tegen elkaar. En dan heb je nummer 1, 2 en 3. We starten 3, 2, 1. Ik heb gewonnen. Ah. Nu al gewoon. Nu ben je helemaal warm. Doppie. You. 3, 2, 1. Oh. Oh. Ja. Ah! Ik heb gewonnen. Oké, okay, nu moet je Timo en ik tegen elkaar aan te kijken wie tweede en derde wordt. Oh. Nee, toch eigenlijk niet. Eigenlijk moet ik tegen Timo en ik. Wat dan? Jij hebt... Nee, ik weet het niet. Jij hebt al tegen Timo gespeeld. Oh ja, het is eigenlijk al gewoon... Ik Lex wint, ik ben tweede en Timo is derde. Jendor, wait, yo! Oké, de meeting is afgelopen en er gebeuren nu allemaal hele rare dingen. What the fuck, zag je dat gebeuren? Ja. En we hebben vandaag voor de speciale dag dus een airbag in GymXL staan. En dan kan je zelfs in. Maar ik haat airbags, dus ik ga je helemaal niet heen. Doei. Het is na sluitstijd en... Ben je erbij? Oh! Er zijn allemaal zulke dingen aan het gebeuren. Want nu heb ik een leuke. Ja. Ga liggen. Oh. Benen wijd. Nee. Nee, daar een backflip doen, hè? Of zou ik hem zo doen? Nee. Dat gaat wel. Beetjes plat. Dit gaat met Boas. Oké. Ik ben gamer, nee, dat mag het. Ja, Dante. Sorry, ik wil graag. Meest vertrouwd Enzo, jij vertrouwt Boas niet. Ik heb geen. Oh! Je moet niet heel veel zelf blijven. Nee, moet u. Nee, die gaat nee, Boas. Klein beetje gamer dan. Klein beetje gamer, alsjeblieft. Ja, nee, jongens, we stoppen ermee. Want en super open wil naar huis. En zometeen is Dante een meisje vervolgd. Jongens. Ik heb nog 1 keertje dat op. Nee, Dante. Ja. Nee, maar het kan niet dichterbij. Nee, niet, nee, kan niet. Het ja, kan wel, maar dan ga ik zo. Jongens, genoeg. We gaan naar huis. Juist. Wat is dit? Waarom heb je het hier uitlaten bij je, smart? Hé joh, bakkers. Hé, is niet cool. Dit is pas cool. Uiteindelijk heb ik heel weinig gefilmd bij GymXL. Ik was eigenlijk alleen maar gewoon met de mensen die daar waren bezig. Het waren in totaal 400 plus mensen, dus best wel een drukke dag.
Ik ben er redelijk moe van. Lex leren auto rijden, wat ook heel sick was. Wat ook heel veel energie kost. Dus daar ben ik waarschijnlijk ook een beetje moe van. Nou nog even lekker naar de film geweest met Enzo. En toen kwamen we dus een dikke smart tegen. Enzo ging een beetje cool doen. Beetje random aan het einde allemaal. Maar goed, dit was wel de video. Vond je het leuk? Doe een duim omhoog. Vond je het leuk? Kijk, subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. Later. Wow. Oh. Ja. Staat hij? Ja, hij staat op de kop. Holy shit, hoe dan? Nou, dat is niet normaal.